Wat hier met wie bent u? Sarah Jaze van Sarah Jaze Fotodesign. Ik ben fotograaf hier in Rotterdam Noord. Yeah. En ik hoorde dat u problemen had met douane of met uw verzending waar u mee bezig bent. Ja. Kunt u ons vertellen wat nou allemaal precies gebeurd is? Ja, in het kort, ik ben in 2007 uitgenodigd via de Karma van Koophandel en een handelmissie naar Argentinië en Chili. Nou, sindsdien ben ik heel erg blij dat ik mee mocht. Want daar heb ik contact gezocht met een leerfabrikant. Dat is dus leer, puur leer. En ik maak mijn trouwreportage, laat ik vervaardigen in leeromslag. En nu, het is weet niet van de een of andere manier fout gegaan. Ik kreeg voor de tweede keer een zending helemaal geopend. Dus het is al meerdere keren gebeurd? Dit is de tweede keer. De eerste met bij dezelfde klant. En ik vind het zo verdrietig. Ik hou van mijn werk. En nu moet ik helaas mijn klant weer gaan bellen en vertellen wat er aan de hand is met hun album, met hun trouwalbum. En het is... Ja, ik ben machteloos. Ik weet niet. Ik moet dadelijk TNT bellen wat er aan de hand is. Kunt u nog wat dingen laten zien? Wat nog meer? Ja, dit is de eerste. Dus, ik weet niet of je dat kan opnemen. De scheur is het zo gegaan, want het is gewoon in het midden. En hier. Helemaal geopend. En dit maar het lijkt wel of ze uw albums allemaal gecontroleerd hebben. Misschien denken ze dat er drug in zit, dat weet ik niet, maar laat de eerste mij erbij komen en toestemming vragen of dat mag gebeuren. Kijk, ik zei tegen de bezorger, ik heb recht om te weigeren om of ik teken of niet, ja. Maar laat me eerst openen. Nee, dat mag niet. Kijk, als ik dit zou weghalen, ik heb het nog niet gedaan, maar ik heb het getuigen. Kunt u weer even af, misschien? Even vasthouden. En het staat ook op het beeld, dus... Zit er met plakband zo gedaan. Prima. Ja. Kijk eens. Nou, dat is niet normaal. Het is niet normaal. En hier, helemaal geopend. Nou ja. Zo gegaan. Ja. En dan weet u niet of het nou hier in Nederland is gebeurd, of is het... Ik zou niet weten. En dan wil ik graag... achterhalen waar het gebeurt, of douane hier of Argentinië, maar hier staat er gecontroleerd. Als je dat kan opnemen, ja. Ik neem ik aan dat hier douane is geweest. Nederlandse douane. Als ik het zo zie, die albums, ze hebben hem helemaal opengescheurd en het is niet per ongeluk gegaan. Nee. Want je ziet het ook. Het is nauwkeurig. Dit is, noem ik, speurwerk. Ja. En als je zo twijfel bestaat over een zending. Ik heb geen verstand van politie of douane toestanden. Maar laat me even bellen of laat me erbij komen. En dan kan ik beslissen of kan ik ja zeggen of niet. Of maak het open. Maar dit is... Nee, dit kan niet. Dit is heel erg verdrietig. Ik ben heel verdrietig. Niet boos, alleen maar heel verdrietig.